In Naaldwijk zijn de sloopwerkzaamheden van de voormalige brandweerkazerne in volle gang. Op deze plek komt een woningbouwproject met 15 koopappartementen. De bouw daarvan moet in de eerste helft van 2021 beginnen. Eerder werd door de gemeente een oproep gedaan om deze boten weg te halen om plaats te maken voor de werkzaamheden. De boten zijn nu een stukje opgeschoven. De gemeente Westland besloot eerder tot de bouw van een kazerne die 15 jaar mee kan, zodat in die tussentijd een permanente plek voor de brandweer van Naaldwijk gezocht kan worden.